En dat hekkenpaletje zijn beginnen op te schieten. Een goede week en hebben we met z'n laagste daar klaar. En dan beginnen we aan een kapje. Tot de ochtend. En dan ben ik toch blij dat het langzaam klaar is. Want dat is toch met die warmte, dat is toch afzien. Ja, de ganse dag in de zon. Ja. Maar het wordt wel een mooi kapelletje, moet ik zeggen. Ja. Dus, eigenlijk moet je die van aan de kerk, die weet er eigenlijk meer van wie in werking is getreden met dat kapelletje. En Geurt uit het zuiden. Die moet je eigenlijk het beste interviewen. Want die, dat zijn eigenlijk de duivels achter het project. Ja? Dat zijn eigenlijk de duivels achter het project. Ja? Dan hebben ze mij benaderd voor, voor mij te helpen. Ja. Dan heb ik dat ja gezegd. En dan moest er toch iemand hebben die eigenlijk de andere aanwijzingen geeft. En, schetsmatig dat ding opstellen en zo. En begeleiden en uitzetten, noem maar op. Ja, eigenlijk het technische gedeelte ervan. Ja, dat is maar werk, de zijntjes, de bogen en zo wat. Hè. Allemaal die dingen wat erbij hoort. Hè. Ja, dus, wat er vroeger heeft bestaan, dat was heel anders, hè. Maar dat weten we niet precies. Hè. Er is wel een beschrijving van, maar met de mate maar verder niet zoveel. Zeker op een gegeven moment zijn die bouwvallig geworden, is het opgeruimd geworden. Hè. Ja. Ja, en nu waardoor dat eigenlijk een stimulans van de mensen uitkomt, dat ze toch graag weer die kapelletjes terug mogen zetten. Het is toch een beetje een cultuur van de vroegerheid. En dan moet je toch even voor nageslagen ook bewaren. Ja, ja. Dat is het toch ook, hè? Het is toch ook. Dat is. De godsvrucht van vroeger. Ja. En het is ook heel interessant ook voor te wandelen. En dan zijn het ook eigenlijk rustplekjes. Hè. Ja. Om eens een keer tot bezinning te komen. Ja.
Ja, we hopen achter de maand klaar te zijn daarmee. Achter de maand? Achter de jongen, goede maand. Alles op en alles aankleden en beplanting en zo, en bestrating ook. Hè. En interieur moet gemaakt worden, ja, dat gaat ook een dikke maand nog overheen. Ja. Ja, dan geeft ze weer een stimulans voor verder verjaardag. Ja, hè? Ja. Er moeten nog een paar gezet worden in de toekomst. Nog een paar, hè? Ja. Hè? Maar ja, dat... ze moeten financieel ook rond gedaan krijgen. Hè. Maar ja, dat hoeft ook niet allemaal in 1, 2, 3 klaar te zijn. Hè. Dus dat is van... over een jaar uitgestreken worden.